In Nederland heeft meer dan de helft van alle gezinnen wel één of meerdere huisdieren. Het gezelschapsdier waar Nederlanders het meest van houden blijkt de kat te zijn. Maar ook de hond is erg populair. De hond en de kat zijn voorbeelden van wat grotere huisdieren. Ze zijn groter en hebben meer zorg nodig dan bijvoorbeeld een konijn. De grootste reden dat mensen een huisdier nemen is meestal gezelschap. Als je alleen woont, kan je soms erg eenzaam zijn en als je dan een hond hebt, is het al een stuk gezelliger. Een dier onderhouden en verzorgen kost natuurlijk tijd. Een konijn hoef je eigenlijk alleen maar eten te geven, maar een hond moet je wel 3 keer per dag uitlaten. Katten en honden zijn huisdieren die wij als normaal beschouwen. Maar over de hele wereld houden mensen de gekste dieren als huisdieren. Als je een dier goed verzorgt, is daar meestal niet zoveel mis mee. Maar of het nou echt veilig is om een wild dier in je huis te laten, is nog maar de vraag. Ben jij benieuwd welke gevaarlijke beesten mensen allemaal houden als huisdier? Blijf dan kijken naar de top 10 gevaarlijkste huisdieren. Nummer 10 is een voorouder van de hond. En we hebben het hier natuurlijk over de wolf. Wolven lijken qua DNA heel erg op honden. Toch zitten er grote verschillen tussen de twee dieren. Dit komt doordat de hond door de jaren heen heel erg is veranderd. Honden zijn, doordat mensen ze al heel lang hebben gehouden als huisdieren, veel sneller gewend aan mensen. Wolven daarentegen zijn wilde dieren die dus ook een veel agressiever karakter hebben. In België is het erg populair om een wolf als huisdier te houden. Dit mag alleen als de wolf in gevangenschap geboren is. Maar ook als een wolf in gevangenschap geboren is, is het niet helemaal ongevaarlijk om hem als huisdier te houden. Ze blijven onvoorspelbaar en het zijn van nature roofdieren. Maar wolven zijn niet geheel harteloze beesten. Er gaan verhalen rond dat mensenkinderen zijn opgevoed door een groep wolven. Als een kind heel jong wordt gevonden door een groep wolven, zien zij het kind niet als een bedreiging. En kan het voorkomen dat ze het opnemen in de groep. Zo'n kind wordt dan ook wel een wolfskind genoemd. Ze kunnen niet met mensen communiceren en hebben van de dieren geleerd om te overleven. Ondanks het feit dat dit kan gebeuren, is de wolf toch een beest om vooruit te kijken. Vandaar dat hij op de nummer 10 staat in de lijst. Het volgende dier is een van de grotere katachtigen, genaamd de cheetah. De cheetah kan worden gezien als het snelste landdier ter wereld. Met zijn lange poten en enorme uithoudingsvermogen kan een cheetah een snelheid halen van wel 120 km per uur. Dit is ongeveer even snel als auto's op de snelweg. Een cheetah mist dus niet zo snel zijn prooi. Het dier komt de laatste paar jaren steeds meer in gevaar en staat nu ook op de lijst met bedreigde diersoorten. In Afrika, een van de weinige gebieden waar een cheetah voorkomt, is er een gezin die 2 cheetahs hebben geadopteerd als huisdier. Ze hebben de cheetahs als kleine welpjes gered omdat ze waren verstoten door hun moeder. De dieren zijn samen met hun kinderen uit het gezin opgegroeid en dus volledig aan elkaar gewend. De eigenaren leren de cheetahs om zelf te jagen, zodat ze misschien ooit nog terug het wild in kunnen. Dat de cheetahs zijn opgevoed door de mensen zorgt ervoor dat ze een stuk minder gevaarlijk zijn dan in het wild. Maar om je kleine kinderen met deze roofdieren te laten spelen blijft een enorm risico. Het blijven natuurlijk wilde beesten. De naam van dit dier doet bij niet heel veel mensen een belletje rinkelen. Het dier heeft de naam Kinkajou en wordt ook wel de rolstaartbeer genoemd. Het is een klein beest van ongeveer 1,5 meter en hoort dus ook bij de kleine beren. De Kinkajou leeft vooral in het bovenste gedeelte van Zuid-Amerika. Als je hem ziet, zou je ook nog wel eens kunnen denken dat het een aapachtige is. Hij heeft namelijk een lange staart en leeft vooral in de bomen. Wanneer de Kinkajou door mensen wordt opgevoed, kan hij heel tam zijn. Maar het blijft een soort beer en dus kan hij nog steeds onverwacht uit de hoek komen. Dit beestje eet vooral insecten, planten en fruit, maar soms ook kikkers of eieren. Als je ze in gevangenschap houdt, moet je goed weten hoe je deze dieren moet benaderen. Want ook al zijn ze klein, ze hebben enorme scherpe tandjes waarmee ze je flink zouden kunnen bijten. Een paard als huisdier vinden we over het algemeen normaal. Maar als er een kameel in de achtertuin staat, wordt er meestal wel wat vreemd opgekeken. Dit dier staat het meest bekend door zijn 2 bulten op zijn rug. In deze bulten zit reservevet opgeslagen. Als de kameel een lange tijd geen eten kan vinden of zich zwak voelt, gebruikt hij de opgeslagen voedingsstoffen uit de bulten om weer op kracht te komen. De kameel als huisdier komt vooral voor in India en andere delen van Azië. Hij wordt vaak gebruikt als toeristenattractie. Mensen kunnen met het dier op de foto of kunnen zelfs een rondje rijden op de kameel. Ondanks dat er een groot aantal mensen met de kameel omgaat als huisdier, is uitkijken met het dier toch echt aan te raden. In India is er vorig jaar namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. Het baasje van de kameel had het dier een te lange tijd in de brandende zon laten staan en het beest was daar niet van gediend. Toen zijn eigenaar erachter kwam dat hij het dier was vergeten, ging hij er snel naartoe om hem te redden. Toen hij het beest losmaakte, viel de kameel zijn baasje aan door hem in het gezicht en nek te bijten. De eigenaar heeft de aanval niet overleefd, dus toch maar 3 keer nadenken voor je gezellig met een kameel op de foto gaat. Het dier waar we het nu over gaan hebben behoort tot de reptielen.
Het is een van de grootste reptielen van deze tijd, de krokodil. Krokodillen worden heel klein geboren, maar als ze volwassen zijn kunnen ze wel 8 meter lang worden. Als een krokodil nog niet volwassen is, kan het idee om hem als huisdier te houden nog best wel voor de hand liggen. Maar hoe ga je een volwassen krokodil van 8 meter in je huis verzorgen? Dat wordt toch een stuk lastiger. Een krokodil als huisdier is niet alleen erg onhandig, maar ook nog eens levensgevaarlijk. Deze dieren zijn een stuk sneller dan ze eruit zien. Ze kunnen rennen met een snelheid van ongeveer 30 km per uur. Ook moet je deze beesten voeren met levende dieren. En dat is niet heel praktisch en kan ook nog eens bloederige beelden opleveren. Toch zijn er nog steeds mensen die een krokodil als huisdier maar al te leuk vinden. Zo is er een man in Helmond die een 2-jarige krokodil van op dit moment 2 meter als huisdier heeft. Erg gedurfd. En wij wensen de eigenaar alvast heel veel succes voor wanneer het beest is uitgegroeid tot een volwassen 8 meter lange krokodil. De nummer 5 uit de lijst is ook meteen de grootste uit deze lijst. Het is een dier dat absoluut niet in alle huizen past. En als hij al wel in je huis zou passen, is het grootste probleem hem door de voordeur te krijgen. Dat gaat namelijk erg lastig worden met een olifant. En dat is niet het enige probleem, want olifanten eten 200 kilo planten per dag. Je hebt er dus een dagtaak aan om je olifant per dag genoeg te laten eten. Olifanten worden net als kamelen gebruikt als toeristenattractie en er wordt hiermee heel veel geld aan ze verdiend. Het zijn hele slimme dieren die heel goed weten wat ze doen. Als ze ergens boos om zijn, wachten ze een goed moment af en vallen ze dan aan. Ze hebben daar enorme slagtanden voor of kunnen je met één klap vertrappen. Als je bij een olifant in de buurt bent of er toevallig een als huisdier hebt, moet je dus goed uitkijken wat je doet rondom dit dier. Slangen komen best vaak voor als huisdieren. Natuurlijk zijn er onwijs veel verschillende soorten slangen, maar de 2 gevaarlijkste soorten zijn de gif- en de wurgslang. Deze dieren komen bijna overal ter wereld in het wild voor. Ze kunnen heel lang worden, maar zijn niet enorm groot. En daarom is het houden van een slang als huisdier best mogelijk. Dit neemt niet weg dat het houden van een slang best gevaarlijk kan zijn. Deze dieren eten andere diersoorten en doden hun prooi op verschillende manieren. De gifslang bijt zijn prooi en door het gif overlijdt het dier. Een wurgslang daarentegen, de naam zegt het al, wurgt zijn prooi zodat deze niet meer los kan komen en vanzelf doodgaat. Allebei de soorten slangen zijn dus heel erg gevaarlijk. Het grootste probleem bij slangen in huis is dat ze snel kunnen ontsnappen. Ze kunnen door hele kleine spleetjes heen en als ze eenmaal zijn ontsnapt moet je ze zo snel mogelijk vinden. Anders kunnen er nog wel eens hele vervelende situaties ontstaan. Een slang maakt het namelijk niks uit hoe groot zijn prooi is. Door te wurgen of te bijten kunnen ze beesten zo groot als paarden uitschakelen. Goed oppassen met deze beesten dus. De volgende dieren behoren beide tot de katachtigen en lijken veel op elkaar. Ze werden beide gebruikt in circussen en zijn allebei onvoorspelbaar en gevaarlijk. We hebben het hier over de tijger en de leeuw. Maar er zijn ook verschillen. Zo leven leeuwen in groepen en tijgers leven alleen. In heel rijke steden als Dubai en Abu Dhabi is het redelijk normaal om een tijger of leeuw als huisdier te hebben. De bizar rijke mensen die een tijger of leeuw hebben, zien het als statussymbool om zo'n bijzonder dier als huisdier te hebben. Sommige mensen die een van de 2 beesten zien zitten, voelen een band met hun huisdier. Natuurlijk is het mogelijk als het dier al sinds zijn geboorte onder de mensen is, maar het blijft een wild beest. Het zijn van nature jachtdieren, die op alles wat voedsel zou kunnen zijn, horen aan te vallen. Dus hoe goed je band met het beest ook is, je weet niet hoe hij zal reageren en je bent je leven nooit helemaal zeker als ze bij je in de buurt zijn. Op nummer 2 staat een dier dat vroeger ook veel voorkwam in het circus. Het gaat hier om de beer. Het is een roofdier dat planten, maar ook andere beesten eet. Hij kan wel 600 kilo worden en heeft scherpe klauwen waarmee hij flink uit kan halen. De beer komt voor in Noord-Amerika, Europa en Azië. Het komt niet vaak voor dat je hoort dat iemand een beer als huisdier heeft. Maar toch zijn er een paar voorbeelden. In Rusland bijvoorbeeld is er een gezin dat al meer dan 23 jaar leeft met een bruine beer in hun huis. Een beer is niet gemaakt om in huis te leven en verzorgd te worden door mensen. Daar is hij veel te groot voor. Ondanks dat het al 23 jaar goed gaat, betekent dit niet dat het ongevaarlijk is. Dieren communiceren anders dan mensen en je weet dus nooit helemaal zeker wat ze gaan doen. Beren kunnen snel agressief worden en ze zijn veel groter dan mensen. Als ze echt willen, kunnen ze in een paar seconden besluiten dat het afgelopen voor je is. Dus om zo'n beest als huisdier te nemen, raden wij heel sterk af. Het dier dat de nummer 1 heeft weten te bemachtigen is de chimpansee. De chimpansee lijkt in veel opzichten op de mens. En er zijn veel aanwijzingen om te geloven dat wij mensen van deze diersoort afstammen. Veel mensen zouden de chimpansee misschien niet direct op de nummer 1 gevaarlijkste huisdieren zetten. Maar niet iedereen weet ook hoe gevaarlijk het beest kan zijn. Chimpansees zijn hele sociale dieren. Ze doen er alles aan om hun familie en territorium te beschermen.
En dit is misschien wel de grootste reden waarom ze zo gevaarlijk zijn. De chimpansee is een dier dat zich heel snel bedreigd voelt en daardoor dus ook heel snel aanvalt. In Portugal heeft de chimpansee 13 jaar lang bij een familie gewoond. Maar de overheid vond het te gevaarlijk worden en vond het niet goed voor het dier zelf. En dus hebben ze het dier weggehaald. Als een chimpansee het op je gemunt heeft, is de kans dat je het overleeft erg klein. Omdat ze zowel op de grond als in de bomen snel kunnen bewegen. En welke van de 10 dieren lijkt jou het engst? Laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je het leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joep!